De volgende spreekster is een internist-oncoloog van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. En ze gaat praten over nieuwe ontwikkelingen rond BRCA en CHK2. Graag een applaus voor professor Dr. Sabine Lin. Hartelijk dank, Klaas. Aan mij was gevraagd om iets te vertellen over de nieuwe ontwikkelingen rondom BRCA en dan 1 en 2. En toen was ik begonnen en toen had ik een presentatie waarin ik alles wilde vertellen. En toen kwam ik uit op iets van 2-3 uur. Dus toen heb ik het toch moeten inkorten en uiteindelijk zal ik me beperken tot de nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de behandeling van BRCA 1 of 2 gemuteerde borstkanker. En dus al die andere vragen die zo net de revue passeerden, dat zullen allerlei andere sprekers gelukkig hebben dat op zich genomen om dat te vertellen. Dus het wordt vooral over behandeling. Ja, ze is eigenlijk al even genoemd, maar ik kan het ook niet laten om haar toch nog weer even te noemen. Want ik denk wel dat het ontzettend waardevol is geweest dat zij gedurfd heeft als publiek persoon om te vertellen dat zij BRCA1 mutatiedraagster is. En dat heeft geleid tot... graag volgende. Tot meer aandacht voor erfelijke borstkanker. Tot een mogelijke beïnvloeding van het Hoge Rechtshof van de Verenigde Staten om het patenteren van genen te verbieden. Want voordat zij dit kenbaar had gemaakt, kon je alleen maar voor heel veel geld een test laten doen in de Verenigde Staten om te zien of je draagster was. En zij vond dat zo oneerlijk en heeft dat in de media geventileerd. En eigenlijk 2 of 3 weken later was de uitspraak van het Hoge Rechtshof in Amerika. En ik denk toch dat dat wel enigszins dat Hoge Rechtshof heeft beïnvloed. En nu mag dat dus niet meer. En dat betekent dat al die testen een stuk goedkoper geworden zijn. En dat iedereen zich kan laten testen. En het laatste punt is medische literatuur, nu het Angelina Jolie-effect genoemd wordt. En er is gekeken, sinds zij het openbaar heeft gemaakt, zijn er meer verwijzingen gekomen van mensen om zich te laten testen. En dat heeft geleid tot een verdubbeling in het herkennen van BRCA-mutatiedraagsters. Genoeg over Angelina. Wat is er als borstkanker is ontdekt? Dan krijg je, als je een hoger risico hebt dan 10% op een erfelijke factor, en dat kan je bepalen door de familieanamnese te nemen, en ook door te kijken wat voor subtype borstkanker het is, dan krijg je een spoedverwijzing naar de klinisch geneticus. En die kan dan binnen 3 weken testen of je BRCA1 of 2 mutatiedrager bent. En dat is belangrijk, want als dat nog niet bekend is, dan heeft dat consequenties voor het type behandeling. Ten eerste kan dat consequentie hebben voor de soort operatie die je daarna dan zou willen. Want als je mutatiedrager bent, dan zal je toch misschien wel eerder geneigd zijn om te kiezen voor een amputatie in plaats van voor een sparende operatie. Overigens kan soms een sparende operatie niet, omdat de tumor te groot is in verhouding tot de borst en dan zit je altijd vast aan een amputatie. Verder is het ook belangrijk de leeftijd bij diagnose, want we weten ook dat als je op oudere leeftijd en je bent mutatiedraagster borstkanker krijgt, dan is het risico dat je daarna nog een keer borstkanker krijgt is eigenlijk veel lager dan wanneer je jonger bent. Dan is het natuurlijk ook zo dat het afhangt van hoe je het ervaart. Ik bedoel, voor iedereen is borstkankerdiagnose heeft een enorme impact op je leven. En veel mensen zullen zeggen, nou, dat wil ik echt nooit meer meemaken. Dus die zullen eerder kiezen voor een amputatie als ze draagster zijn. Maar er zijn ook vrouwen die echt de wens hebben tot behoud van hun eigen borsten. En zelfs als ze mutatiedraagster zijn. En die willen dan eigenlijk heel graag weten, wat is het risico als ik kies voor een sparende operatie? En dan is er ook nog altijd de vraag, want als je een sparende operatie krijgt, dan word je daarna bestraald op de borst. Er is ook de vraag geweest, is dat eigenlijk een verhoogd risico als je draagster bent, dat je dan een hoger risico hebt, dat je weer een nieuwe tumor induceert met de bestraling. En dat dus eigenlijk bestraling misschien dat maar niet moet. Volgende dia. Dat is onderzocht of die bestraling gevaarlijk is. En dat is door de groep in Rotterdam gedaan. En op de y-as zie je het risico op een tweede borstkanker. En dan hebben we het eigenlijk vooral aan de andere kant. En dan de zwarte lijn, dus eigenlijk de bovenste lijn, die laat de groep zien die geen bestraling op die eerste borstkanker had gehad.
En de grijze lijn laat de groep zien die wel bestraling aan die ene kant had gehad. En wat je eigenlijk ziet is dat er geen verschil is in het risico op een tweede borstkanker aan de andere kant. Nou is het wel zo dat het is een hele kleine studie. Dus er is in ieder geval niet een heel groot verschil. Maar je kan hiermee ook nog niet zeggen van nou er is helemaal geen verschil. Want dan hadden ze echt een grotere groep mensen moeten onderzoeken. Maar daar hadden ze geen beschikking over. Volgende. Dan is er ook recent gepubliceerd wat überhaupt het risico is om als je aan één kant borstkanker hebt gehad, om dat aan de andere kant later in de tijd ook te krijgen. En weer zie je op de x-as het risico om aan de andere kant borstkanker te krijgen en op de y-as. En op de x-as zie je de tijd in jaar. En de blauwe doorgetrokken lijn, dat zijn de mensen die niet bekend drager zijn van een genmutatie. En die hebben na 20 jaar ongeveer 10% risico om aan de andere kant borstkanker te krijgen. De gele lijn, dat zijn de BRCA1-mutatiedraagsters. En die hebben na 10 jaar hebben ze ongeveer 20% risico om aan de andere kant borstkanker te krijgen. En voor de BRCA2 is dat 20% en voor de BRCA2 is dat 10%. Volgende dia. Maar dan maakt het ook nog uit op welke leeftijd je de diagnose borstkanker, de eerste borstkanker, kreeg. Want als je onder je 41ste jaar die diagnose kreeg, dat is de gele lijn, dan zie je dat het risico om aan de andere kant borstkanker te krijgen binnen 10 jaar is ongeveer 25%. En als je tussen de 41 en 49 jaar was bij de diagnose van de eerste borstkanker, dan is het risico om aan de andere kant binnen 10 jaar borstkanker te krijgen, dat ligt ongeveer op 15%. En dat is natuurlijk nog steeds een hoog risico, maar voor sommige mensen kan dat toch een reden zijn om of nog even te wachten bijvoorbeeld. Want je ziet ook dat die lijn die stijgt. Dus in het begin is het wat lager, dat risico, zeker als je wat ouder bent. Of het risico te nemen om geen amputatie te ondergaan aan de andere kant. Want dat is dan iets wat je bespreekt. En daar zijn mensen echt heel verschillend in. Ja? Volgende dia. Als je de diagnose borstkanker krijgt, dan is een van de eerste vragen, is er ook een indicatie voor chemotherapie? En die chemotherapie die is dan bedoeld om eventuele microscopische uitzaaiingen die je nog niet op beeldvorming kan zien, maar die er misschien al wel zijn, om die op te ruimen met medicijnen via de bloedbaan. En dan komt het overal en dan kan het die microscopische uitzaaiingen opruimen. Nou, we gebruiken daar allerlei standaardfactoren voor om te berekenen hoe groot het risico is dat je al dat soort microscopische uitzaaiingen hebt die dan later zullen uitgroeien tot echte uitzaaiingen als je geen nabehandeling zou geven. En we zeggen eigenlijk hier in Nederland, als je een aangedane okselklier hebt met meer dan 2 mm tumorklompje erin, dan moet je altijd die chemotherapie krijgen. En als de klieren schoon zijn, dan moet je dat altijd krijgen als je jonger dan 35 jaar bent bij diagnose. Tenzij je een tumor hebt die kleiner dan een centimeter is en graad 1. De graad zegt iets over of de cel nog erg op een gewone borstcel lijkt of dat het echt al heel erg agressieve kankercel is, dan is het een graad 3. Als je een tumor hebt boven de 2 centimeter, moet je ook altijd die chemotherapie krijgen. En als het tussen de 1 en 2 is, dan alleen als de tumor tenminste graad 2 is. Dit is een richtlijn in Nederland en het is natuurlijk ook altijd weer een gesprek tussen de patiënt en de dokter om te bepalen of voor jou de winst van die chemotherapie hoog genoeg is om het te willen ondergaan. Volgende dia. Wat we tot nu toe altijd hebben gedaan met onderzoek is, we hebben geprobeerd de optimale therapie voor de gemiddelde patiënt te definiëren. En dat deden we door de algemene borstkankerpopulatie te nemen en die te loten tussen de standaard behandeling aan de ene kant, de ene groep en de andere. Ja? Dus dan de nieuwe experimentele behandeling B. En als we dan dat onderzoek hadden gedaan, dan was meestal de experimentele behandeling net ietsje beter. En wat hadden we dan gedaan? Dan hadden we de nieuwe optimale therapie voor de gemiddelde patiënt gedefinieerd. Maar het probleem daarvan is dat de gemiddelde patiënt niet bestaat. Volgende. En als we dat hadden gedaan voor trastuzumab, wat werkt bij HER2-positieve borstkanker, en we hadden die studie in de algemene populatie gedaan zonder rekening te houden met de moleculaire verschillen tussen al die verschillende subtypes borstkanker. Ja, volgende.
dan hadden we een studie gehad die negatief was geweest. Dan had trastuzumab helemaal niet gewerkt. Dan hadden we het weggegooid, waardeloos middel. Maar gelukkig wisten we dat we alleen de HER2-positieve patiënten moesten selecteren voor deze studies. En toen bleek dat er een enorm effect was van trastuzumab. En dat is nu standaardbehandeling. Ja, volgende. Maar wat betekent dit dan eigenlijk? Nou, we weten dat HER2-positieve borstkanker, dat is maar 10-20% van alle borstkankerpatiënten. Volgende. En in het verleden werden nieuwe behandelingen afgekeurd als er minder dan 20% van de patiënten baat bij die nieuwe behandeling had. Dus de vraag is, wat hebben we allemaal ten onrechte weggegooid? En het risico van eigenlijk de benadering die we al die jaren hebben gebruikt is dat we bepaalde behandelingen hebben weggegooid terwijl ze misschien wel heel effectief waren voor een kleine subgroep. En een van die voorbeelden is hoge dosis chemotherapie met stamceltransplantatie. Dat is door alle experts in de wereld verguisd. Dat was de stomste behandeling die we hadden kunnen bedenken. Geeft heel veel bijwerkingen. Het geeft ook veel bijwerkingen, dat is waar. En het doet niets. Nou, dat laatste, dat is nog even de vraag. Volgende. En ik denk dat we veel meer moeten kijken naar de onverwachte genezingen, want die kunnen ons een antwoord geven. En als we alleen maar die grote lotingstudies doen, dan krijgen we een gemiddeld antwoord. En dan verdunnen ze een belangrijk signaal misschien. Volgende. En nou is eigenlijk de vraag, ja, wat zou dan voor BRCA gemuteerde borstkanker een goede behandeling zijn? Nou, wat we weten is dat iedereen heeft een DNA-dubbelstreng. Dat zijn twee strengen, die zitten aan elkaar van vader. En ook een DNA-dubbelstreng van moeder. Als er nou in een van die twee dubbelstrengen een breuk komt, die dus echt allebei de strengen doormidden knipt, dan weet je niet meer wat voor soort DNA er op die plek zat. En om dat te kunnen repareren heb je dus de streng van de andere ouder nodig. En in dit geval is er dus een breuk in de DNA-dubbelstreng van vader. En je hebt de dubbelstreng van moeder nodig om te kijken wat zit daar precies in dat stukje wat nu weggevaagd is. Wat voor soort DNA. En dan kan het reparatiesysteem in de cel kan dat weer foutloos repareren. Dat gebeurt ook altijd, behalve als het BRCA1 of BRCA2 niet werkt in de cel. Nou heeft iedereen zowel van vader als van moeder een BRCA1 eiwit. En dus als je mutatiedrager bent, dan heb je nog altijd van de andere ouder heb je dat goede eiwit. Dus de normale cellen die kunnen nog steeds altijd foutloos dit soort breuken repareren in je lichaam. Maar op het moment dat het een tumorcel wordt, en het kan ook alleen maar een tumorcel worden, als dit tweede stuk eiwit, tweede kopie noemen we dat, van het BRCA1-gen bijvoorbeeld, of van het BRCA2-gen, als dat ook weg is, dan is er helemaal geen BRCA1 of 2 eiwit meer in die cel. En dan kan die dus niet meer dat DNA foutloos repareren. En wat er dan gebeurt is dat je een soort houtje-touwtje reparatie krijgt van breuken. En die breuken die gebeuren, iedere uur zit er wel een paar van die breuken in ergens in ons lichaam. En dan ontstaan er fouten in de dochtercellen, in het DNA van de dochtercellen. En daardoor kan een gewone cel een kankercel worden. Maar als die dus kankercel is, dan weten we dus dat hij ook niet goed DNA kan repareren. Dus als je dan een behandeling geeft die heel veel DNA-schade geeft, dan gaat die kankercel dood. Terwijl je normale cellen die kunnen dat nog wel weer repareren. Dus het idee is eigenlijk dat je bij BRCA 1 of 2 gemuteerde borstkanker moet je behandelingen geven die veel DNA-schade geven. En welke behandelingen zijn dat dan? Nou, bestraling geeft heel veel van die dubbelstrengsbreuken. Platina-verbindingen doen dat, carboplatin en cisplatin. Alkylerende middelen, dat zijn eigenlijk de hele oude middelen die als eerste ontwikkeld zijn tegen kanker. En de PARP-remmers, dat zijn hele nieuwe middelen. Nou, werkt dat dan? Hè? Dit was dus eigenlijk uit het lab al die kennis, maar werkt dat dan in de praktijk? Nou, dit is een voorbeeld van een vrouw die op haar 32e uitgezaaide borstkanker had. Ze was een BRCA1 mutatiedraagster. En in 1996 kreeg ze al binnen een studie in ons instituut de hoge dosis chemotherapie met die alkylerende middelen en een stamceltransplantatie. En zij had in haar long had ze een grote witte bol, dat is een uitzaaiing. En tussen de longen in had ze ook een uitzaaiing. Die bol die, waar die pijl bij staat, die hoort daar niet. En na de behandeling, volgende, was die bol boven in de long helemaal weg. En die andere bol tussen de twee longen in, die was ook helemaal weg. En zij is nog steeds in een complete remissie. Dus de tumor is niet meer teruggekomen. En het is nu 19 jaar later. Dus ja, dat kan soms werken, deze behandeling. Volgende. En heel recent, eigenlijk 2 dagen geleden, stuurde Desiree Herwassers mij deze publicatie.
En dat is van een groep in Frankrijk, met wie we ook samenwerken. En die hebben teruggekeken in hun groep van 231 vrouwen die ze in het verleden hoge dosis chemotherapie hebben gegeven met stamceltransplantatie. En ze hebben gekeken, doen de mensen die mutatiedraagster waren, deden die het nou beter dan de mensen die niet de mutatiedraagster waren. En wat je kan zien, is dat de bovenste lijn, dat zijn de mutatiedraagsters, het zijn er maar 15. Maar die hadden 5 jaar na behandeling, was nog bijna 70% in leven, met uitgezaaide ziekte. En bij de niet-mutatiedraagsters, of de vrouwen van wie het niet bekend was of ze wel of niet mutatiedraagster waren, was dat na 5 jaar 41% die nog in leven was. Dus dit is eigenlijk wel indrukwekkend voor uitgezaaide borstkanker. Dus het is niet voor iedereen de oplossing, zeg maar, met uitgezaaide borstkanker, maar er zit wel muziek in. Volgende. We hebben in Nederland ook een studie met hoge dosis behandeling gedaan in de adjuvant setting, dus na operatie, om te voorkomen dat je uitzaaiingen krijgt. En wat er uit die studie kwam, was wel in de algemene borstkankerpopulatie kwam geen verschil uit. Dus de behandeling weggegooid. Maar in ons instituut dachten we, volgende, dat er toch een subgroep zou kunnen zijn die veel baat heeft bij die hoge doosbehandeling. En wij dachten eigenlijk dat zijn de mensen die een probleem hebben met BRCA1 of BRCA2 in de tumor. Volgende. En onze hypothese was dat als je in de tumor een probleem hebt met BRCA1 of 2 en je geeft die hoge dosis behandeling die heel veel dubbelstrengsbreuk in DNA geeft, krijg je heel veel DNA-schade. Volgende. En dan krijg je 2 tumortypes. De ene is wat niet op de erfelijke tumor lijkt. Nou, die tumoren die repareren die schade goed. En je hebt een groep van tumoren die de DNA-schade slecht repareren. Volgende. En als je dan die hoge dosisbehandeling geeft, dan zullen de mensen die met een tumor die goede reparatie heeft, die zullen, zal de tumor overleven. En bij de groep waarbij de DNA-schade niet goed gerepareerd kan worden, die tumoren die zullen opgeruimd worden. Volgende. Toen zijn we teruggegaan naar die studie die in Nederland gedaan is. Hebben we alle tumorblokken verzameld uit de archieven. En het was een vergelijking tussen standaard chemotherapie of die hoge dosisbehandeling. Volgende. En toen hebben we een steekproef genomen uit de groep die HER2 negatief was. Want daarvoor hebben we nu andere hele goede behandelingen. En toen hebben we gekeken met een test welke tumoren hebben nou een probleem in dat BRCA. En toen hebben we gekeken of er een verband was tussen de aanwezigheid van die BRCA-problematiek en de overleving na hoge doses. Volgende. En toen zagen we dat in de tumoren die niet een probleem hadden met dat BRCA, dat daar eigenlijk geen verschil was tussen standaard chemotherapie en hoge doses. Terwijl bij de groep waarbij er in de tumor wel iets was met BRCA 1 of 2, daar was een enorm verschil in 8 jaars overleving van 39% in de met de standaard chemotherapie naar 82% met de hoge doosbehandeling. Dan moet ik er wel bij zeggen, dit was een heel hoog risicogroep. Dit waren allemaal vrouwen die tenminste 4 aangedane oxoklieren hadden. En dat is eigenlijk stadium 3. En dus dit is niet, zeg maar, voor iedereen dat je met standaard chemotherapie zo'n slechte overleving hebt. Dat is normaal veel hoger, maar dit was een hele hoog risicogroep. Volgende. Dus wij denken dat die hoge doosbehandeling voor mensen met een heel hoog risico, dat misschien wel heel waardevol zou kunnen zijn als je een BRCA1 of 2 mutatiedrager bent. Volgende. Er zijn ook aanwijzingen dus dat carboplatin goed werkt voor deze groep. En dit is een studie bij triple-negatieve borstkanker. We weten dat binnen de groep van triple-negatieve borstkanker ongeveer 20% een BRCA1 mutatie heeft. En wat in deze studie gezien is, is dat als je carboplatin toevoegt aan standaard chemotherapie die je dan geeft vooraf aan de operatie, dus de tumor zit dan nog in de borst, dan wordt die tumor die wordt kleiner door de chemotherapie. En als je er dan carboplatin bij geeft, dan is het vaker zo dat bij operatie alle tumorcellen weg zijn. Dus dat noemen we complete remissie. En als je zonder die carboplatin had je een complete remissie in deze studie, dan is het blauwe blok van ongeveer 40%, 41%, en met de carboplatin erbij steeg die complete remissie naar 54%. Dus 13% meer vrouwen bij wie alle tumor weg was op het moment dat er geopereerd werd na de chemotherapie waarmee de behandeling gestart was. Dus carboplatin zou misschien ook wel een belangrijke toevoeging kunnen zijn. Volgende.
Nou, dan iets over de PARP-remmers. Dat is het nieuwste medicijn wat echt heel specifiek de kankercellen opruimt. En waarom is dat zo? Nou, in normale cellen heb je zeg maar 4 soorten DNA-reparatie in de cel. En één daarvan is die dubbelstrengs DNA-breukreparatie. En een andere is, noemen we de verkeerde DNA-bouwsteenreparatie. Als je een PARP-remmer geeft, dan gaat de verkeerde DNA-bouwsteenreparatie, die werkt niet meer. Nou, in normale cellen heb je altijd nog 1 goede kopie van het BRCA1 of 2. En dus in de normale cellen is die dubbelstrengs DNA-breukreparatie nog steeds intact. En dus in de normale cellen is er weinig bijwerking van een PARP-remmer. Maar als de tumorcellen, die missen echt beide kopieën van BRCA1 of 2. En nu als je de PARP-remmer geeft, je hebt dan dus als je nog niks hebt gegeven, mist er al 1 poot aan de tafel. Dat is namelijk die dubbelstrengs breukreparatie. Als je dan een PARP-remmer geeft, dan haal je die andere poot van die tafel ook weg. En dan kan de cel niet meer overleven. Dus het is eigenlijk een hele elegante behandeling. Volgende. Nou, ik heb dus gehad over wat voor soort chemotherapie effectief zou kunnen zijn bij BRCA1 of 2 gemuteerde borstkanker. En dan is ook altijd nog de vraag, moet je dat vooraf aan de operatie of daarna geven? Nou, het voordeel als je het vooraf geeft is dat je de tumor kleiner kan maken. Dan kan je makkelijker opereren. Het is ook zo dat we nu in Nederland wel over eens zijn dat als je carboplatin als je dat wil geven, dan mag dat alleen voor de operatie. Want er is nu alleen bewijs dat je daarmee die tumor kleiner maakt of vaker opruimt. En daar zijn we het allemaal over eens. En je kan, als je het vooraf geeft, kan je nog zien wat die behandeling doet. Want je ziet of de tumor kleiner wordt. En als je het na de operatie geeft, kijk, het voordeel van na de operatie is, want het is psychisch heel lastig om de tumor te laten zitten en eerst chemotherapie te krijgen, want je wil gewoon af van die tumor, die moet weg. Dus het gebeurt ook nog heel vaak dat er toch eerst geopereerd wordt. Want dan is die tumor tenminste weg. Maar het lastige daarvan is dat je dus niet kan zien als je daarna die chemotherapie geeft of die werkt of niet. Dus je kan niet meer monitoren. En verder is het ook zo dat in Nederland we er dan nog niet uit zijn of je dan carboplatin zou mogen toevoegen bij iemand die BRCA1 of 2 mutatiedraagster is. Terwijl we wel geen bewijs voor. Volgende. Nou, dan nog heel kort iets over studies die nu in Nederland lopen. En dat zijn niet alle studies, maar ik denk wel de grootste of de belangrijkste. Dit is een studie en het kan zowel als je voor de operatie chemotherapie hebt gekregen of daarna. En wat er dan gebeurt is, als je klaar bent met alle chemotherapie en operatie en bestraling, dan daarna word je, als je mutatiedrager bent, word je geloot tussen een jaar olaparib, dus een PARP-remmer, 2 keer per dag 300 milligram, of een neppil. En je weet niet wel of je het echte middel hebt of de neppil. En dat is 50% kans dat je de echte PARP-remmer krijgt. En dan wordt er uiteindelijk gekeken of er een verschil is in terugkeer van de ziekte. Volgende. En dan is er een studie die begint waarschijnlijk in het derde kwartaal van dit jaar. Die heet de Subito-studie. Dat is echt alleen voor de hoogrisico patiënten. Dus stadium 3, 4 of meer aangedane klieren. Kan ook voor of na de operatie. Je start gewoon met standaard chemotherapie. En in die periode dat je daarmee gestart bent, wordt er in een centraal laboratorium gekeken of je BRCA1 of 2 problemen in de tumor hebt. En dus niet alleen voor de BRCA1 en 2 mutatiedraagsters. Die mogen sowieso meedoen. Maar als dat nog niet bekend is, dan wordt er in ieder geval gekeken of er in de tumor een kenmerk is van van erfelijkheid. Als dat er is, dan lood je tussen ofwel de standaardarm, maar die is niet helemaal standaard. Dat is 3 keer AC-dosdens, dus standaard chemotherapie, gevolgd door Taxol, dat is ook standaard, maar met carboplatin. Dus dat zit er in ieder geval in. En daarna krijg je nog een jaar olaparib. Dus het is eigenlijk helemaal niet standaard, maar we wilden de hoge dosisarm, want dat is de arm B, die wilden vergelijken met de beste behandeling die we nu kunnen bedenken, die veel minder bijwerkingen heeft. Want eigenlijk wat we het liefst zouden willen is dat uit deze studie komt dat die nieuwe standaardbehandeling net zo goed is als de hoge dosisbehandeling. Maar het wordt vergeleken met de hoge dosisbehandeling. En dat is 3 keer standaard chemotherapie en dan 2 keer zo'n hoge dosis met stamceltransplantatie. En daarvan weten we eigenlijk uit allerlei studies nu dat dat een veel betere overleving geeft. Oké, en de laatste studie die ik... Nou, dat is niet de laatste, maar dat is ook een hoge dosis studie. Dat is bij mensen die
drie of minder uitzaaiingen hebben. En ook weer als ze een aanwijzing hebben dat er iets mis is met BRCA1 of 2 in de tumor, dan kunnen ze daaraan meedoen. Je mag niet eerder behandeld zijn voor je uitzaaiingen. Je mag wel eerder behandeld zijn in de adjuvant setting. En dan krijg je eerst drie standaard chemotherapie kuren. En daarna, als blijkt dat er iets mis is in je tumor met BRCA1 of 2, dan word je geloot tussen hoge dosisbehandeling of nog drie standaard chemotherapieën. En deze studie loopt alleen in het Antonie van Leeuwenhoek en die heet de oligo-studie. Volgende. En dan is er de revival-studie, die loopt voor het fase 1 deel, fase 1b. Dat is een combinatie van carboplatin en olaparib, PARP-remmer. Twee kuren en dan daarna ga je door met alleen olaparib. En de vervolgstap van deze studie, die dus nu alleen in het Antonie van Leeuwenhoek loopt en waarbij dan nu eigenlijk iedereen carboplatin en olaparib krijgt, kan er alleen aan meedoen als je niet meer dan één behandeling voor uitzaaiing hebt gehad. De vervolgstudie heeft als doel om olaparib te registreren voor de gemetastaseerde setting. Dus dat wil zeggen dat we dan olaparib beschikbaar kunnen krijgen voor iedereen die BRCA1 of 2 mutatiedraagster is en uitzaaiing heeft van borstkanker. Kijk, voor ovariumkanker, voor eierstokkanker is het al geregistreerd. En deze studie is zo dat de helft van de mensen die begint met carboplatin, olaparib, twee kuren en daarna olaparib, dus alleen PARP-remming, en de standaardarm is capecitabine. En dan als de behandeling niet meer werkt, dan krijg je een van de vier standaard vervolgkeuzes. En als dat ook niet meer werkt, dan krijgen de mensen die nog geen olaparib hebben gehad, alsnog olaparib. En het doel daarvan was natuurlijk dat in ieder geval iedereen ooit de kans krijgt om olaparib te krijgen. En we denken dat we daarmee een verschil zullen zien in het voordeel van olaparib en dat dat leidt tot registratie. En dan is er nog een hele kleine studie, die gaat ook waarschijnlijk in juni of zo lopen. En dat is alleen het Antonie van Leeuwenhoek. Dat is een behandeling met een andere PARP-remmer, niraparib. Daar gaan in totaal 39 mensen in. En dat is voor de tweede en derde lijn. En dat is een studie met veel aanvullend onderzoek. En dat zal lopen in Antonie van Leeuwenhoek en Erasmus. Volgende. En dit is eigenlijk de samenvatting van wat ik vandaag verteld heb. Als je BRCA1 of 2 mutatiedrager bent en je krijgt borstkanker of eierstokkanker, dan zal een deel van die tumoren, die zal, noemen we, HR-deficiënt zijn. En dat HR, dat staat eigenlijk voor DNA-reparatie. Maar het is niet zo dat alle mutaties hetzelfde zijn. Dus voor sommige tumoren zal het zo zijn dat ze de DNA-schade echt helemaal niet meer kunnen repareren. Dat is helemaal aan die witte kant. Nou, die tumoren die zijn gevoelig voor PARP-remmers. En die zijn ook gevoelig voor hoge dosisbehandeling. Maar er zijn ook mutaties die de cel wel wat kwetsbaarder maken voor DNA-schade, de tumorcel, maar niet dat ze helemaal geen DNA-reparatie meer kunnen verrichten. En die noem ik dan HR gemankeerd. En voor die tumoren, en een deel van de BRCA1 of 2 tumoren vallen in die categorie, daarvoor is PARP-remming niet voldoende. En dan kan je eigenlijk alleen met hoge doses chemotherapie al die kankercellen opruimen. En als de DNA-reparatie intact is, dat is HR-proficiënt, dan moet je hele andere behandelingen geven. Oké, dit was wat ik vandaag wilde vertellen. En dit zijn alle mensen met wie we samenwerken om dit soort dingen allemaal te realiseren in het Antonie van Leeuwenhoek. Dank jullie wel.